100 jaar en dat wordt vandaag gevierd op een speciale partijbijeenkomst. Aanstaande dinsdag zijn er ook nog allerlei festiviteiten. We kennen de SGP als een conservatieve, christelijke partij, maar het is bijvoorbeeld ook de partij met de grootste jongerenbeweging en heel veel actieve jonge leden. Een van hen is Paula Schot. Ze stelde zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En vanaf uw 15e lid van de partij. Hoe kwam dat zo? Ja, ik was aanwezig op een jongerenavond van de SGP. Gewoon bij mij op het eiland. Ik kom uit Zierikzee. En de toenmalige voorzitter van de SGP Jongeren die had lidmaatschapskaartjes meegenomen. En die zei, nou, vond je het een leuke avond, word lid. Dus dat ging eigenlijk heel makkelijk. En eigenlijk wel ja, echt politiek betrokken, dat viel nog wel mee. Maar ja, zo makkelijk werd ik eigenlijk lid. En wat voor studie deed u? Ik was toen 15, dus zat ik gewoon op de middelbare school. Ik heb daarna communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. En in die tijd zag ik een vacature voorbij komen voor bestuurslid bij SGP Jongeren. Toen dacht ik, nou, dat past goed bij mijn opleiding. En ik vond dat wel heel erg interessant om daar eens op verder te kijken. Dus heb ik gesolliciteerd en werd ik aangenomen. En zo ben ik eigenlijk een beetje de SGP ingerold. En communicatiewetenschappen, dat lijkt me niet een studie waar meteen ook heel veel SGP-jongeren zitten. Of begrijp ik dat verkeerd? Zie ik dat verkeerd? Ik heb dat eigenlijk nooit zo bekeken. Maar ik denk inderdaad dat er niet heel veel zijn die dat gestudeerd hebben. Op het HBO zie je communicatie natuurlijk wel, dat veel gedaan wordt. Op de Universiteit van Amsterdam zitten denk ik sowieso minder SGP'ers. Die zitten dan vaker meer op de VU. Ja, want dat is natuurlijk meer, heeft ook meer die achtergrond. U bent zelf actief als jongere, maar daar zijn er dus heel veel van. Hoe komt dat, denkt u? Nou, je ziet natuurlijk één dat we een vrij uitgesproken achterban hebben. En dat helpt ook bij het werven van leden. Dus we kunnen op een vrij makkelijke manier onze doelgroep bereiken. En tegelijkertijd hebben we ook een hele trouwe achterban. Ik ben ook veel jongeren tegengekomen die zeggen, nou, de ene keer stem ik dit, de andere keer stem ik dat. En die laat dat heel erg afhangen van het moment. Terwijl bij SGP Jongeren zie je toch daarin wat meer standvastigheid. Dat die gewoon ja, ook altijd SGP stemmen en dus ook de moeite willen nemen om lid te worden. Wilders is nog een tijdje alternatief geweest, in ieder geval ook, hè? Ja, om te stemmen. Je kan daar geen lid van worden volgens mij. Maar, nee. Maar dat toch een deel van de SGP-jongeren, ja. Ook als ze bijvoorbeeld niet op de SGP konden stemmen, dan voor Wilders kozen. Ja, je ziet inderdaad dat Wilders ook daarop een aantrekkingskracht heeft. En voor ons is dan de kunst om toch die groep bij ons te houden. De laatste jaren is de SGP ook meer zichtbaar geworden. Onder meer ook door die rol voor het verlenen van steun aan het vorige kabinet. Hè, dat geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Was dat 100 jaar geleden eigenlijk mogelijk geweest? Nou, misschien dat het wel mogelijk was geweest, maar het werd toen eigenlijk niet gedaan. De SGP stond toen veel meer buitenspel. Werd eigenlijk daarin ook niet zo serieus genomen. En je ziet dat de afgelopen jaren heel erg is veranderd. En dat de SGP er wel zeker toe doet. En dat we ook echt een rol hebben in de Tweede Kamer. En dat we daarin dus wel degelijk serieus worden genomen. En dat komt ook door de constructieve houding die de SGP heeft. Altijd willen meedenken. Waar kan steunen ze het kabinet? En dat zorgt toch dat je ook die zichtbaarheid ermee creëert. Op een hele positieve manier ook. Wat zijn andere grote veranderingen geweest binnen de SGP in die afgelopen 100 jaar? Nou, je ziet natuurlijk dat we ook wat meer zichtbaar zijn geworden in de media. Voornamelijk onder Kees van der Staaij. En dat betekent dat je ook een groter bereik hebt. Dat je niet alleen meer je eigen achterban bereikt. Maar dat je ook meer zichtbaar wordt voor daarbuiten. En ik denk dat zeker ook het imago van de partij op een positieve manier veranderd heeft. Van der Staaij is ook iemand die af en toe een grapje maakt, hè? Ja, ook dat helpt daarin, ja. En natuurlijk nog een andere grote verandering. U en dus ook andere vrouwen kunnen tegenwoordig meedoen aan verkiezingen. Ja, ook dat is inderdaad vrij recent veranderd. Dat is voor mij natuurlijk leuk geweest om dat te kunnen doen. Gewoon is niet iedereen dan meteen enthousiast, hè? Er is ook altijd weer een harde kern die wat minder enthousiast erover is binnen de SGP. Ja, je ziet inderdaad dat daar nog verschillen in zijn.
En daarom is het ook belangrijk dat zo'n verandering ook geleidelijk gaat. En dat je dat niet wilt versnellen met het risico dat je daarmee als partijen uiteenvalt. Dus het is dan de kunst om ook op zo'n punt elkaar te blijven vinden. We hoorden het net in het mediaoverzicht in de krant. Trouw vandaag, pleidooi van de SGP Denktank. Zet meer vrouwen op kieslijsten. 1 op de 5 personen op de SGP kieslijst moet vrouw zijn, stelt de Denktank. Ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Daarin zie je dus inderdaad dat daarover wordt verschild binnen de partij. Er is dus een groep die zegt, we willen dat juist heel erg stimuleren. En er is nog een groep die zegt, wij zien dat eigenlijk niet zitten. En er is een hele grote groep die daartussenin zit. En die zegt, voor ons is het niet zo belangrijk. Als het wel gebeurt, prima, maar dan op een rustige manier. En als het nog niet zo ver is, ook prima, dan komt dat later wel. Dat geeft inderdaad die verschil in de partij aan. Wat is uw rol daarin? Hoe gaat u daarmee om? Ik probeer gewoon me in te zetten voor de SGP op de manieren waarop dat kan. En dat doe ik met heel veel plezier. En dat heb ik dus recent kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat was echt een hele mooie uitdaging en een hele leuke tijd. Waarin ik ook heel veel heb kunnen leren. En waarin we ook in Amsterdam een mooi SGP-geluid hebben kunnen laten horen. Geen zetel gehaald, maar wel 546 stemmen. En daar bent u blij mee. Vandaag dan die speciale partijdag. Wat gaat er gebeuren? En er is inderdaad vandaag een bijeenkomst, een partijdag. Dus 's morgens spreekt onder andere president Rutte ons toe. En verder zijn er andere sprekers. Is er een muzikaal intermezzo en tijd voor ontmoeting en felicitatie. Heel veel plezier. Paula Schot, fractielijster van de SGP in Amsterdam. Nou, fractielijster, dat bent u dan niet. Maar in ieder geval, u zit daar wel in Amsterdam. Dank. Graag gedaan.